Yes jongens, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben hier samen met Willem. Hallo. Gaan we Jasper pakken of wie gaan we pakken? Ja, maar Jasper is echt hype dit hoor. Oké, Plopke is er ook bij. Gaat vandaag dubbel bekkie doen. Ik heb een longentest erbij. Als ik hierop blaas, dan gaat bij mij het wieletje draaien. Als iemand anders hierop blaast, komen er uit deze twee gaatjes, komt zwarte poeier en dan zit heel je kop onder het zwart. Poeier op zijn Brabant. Zwarte poeder. Iedereen is overtuigd van ik kan keihard blazen op dit ding, ik kan keihard blazen. Ja, en dat is met een klein trucje, daar zit hier een buisje, zit een gaatje. Ja, een heel klein gaatje onderin. Maar dat weten we natuurlijk niet, dus... Hey maat, die zijn nu daar ook hè. We staan nu bij de rest die daarboven. En dat is wel een goede plek. Ja, dat is goed, kom. De mannen niet! Mr. SD is aangekomen. Mr. SD. Ja, Jasper, ben je nu? Ja. Tijdens het live, laat Barkie filmen. Willem gaat uitleggen. Maar zeg eerst wat dat is. Een longentest. Deze is echt zwaar. Als je dus met je ogen dicht blaast, dan blaas je harder dan met je ogen open blaast. Weet je dat? Nee. Ik ga hem laten draaien en dan mag jij blazen. Wat moet er gebeuren? Hoe gaat jij zien aan mijn wangen goed als slecht? Ja, met ja, als ik het ding laat draaien. Jij denkt ik kan dat niet laten draaien. Nee. Broer, easy. Kunt jij dat? Ja, ja. Ik heb op geoefend. Hallo. Ik probeer niet voor te oefenen. Oh, het is echt moeilijk, denk ik. What the fuck, dat gaat bijna niet eens. What the fuck? Ik kan er allemaal pis bij. Je moet ogen dicht. Met je ogen dicht, kun je harder blazen. Ja, dat kan jij. Ik ben weer een show. Ik wil hem even die kruis met. Hey, slecht. Ik ken die kruis. Hallo. Oei, wow! Pak, zijn jullie maar flikker. Zeg even hoe dat werkt dan. Waarom lukt het dat bij u? Niet zeggen. Ja, ik wil gewoon weten. Ik ken dat eerst. Ik kan op de bankje zitten en ik laat het voelen, hè jongens. Dat hangt er nog, hè. Ik krijg er niet eens af. Gelukkig dat ik mijn ogen dicht heb. Ja, daarom dat zei jij. Daarom heb je ogen dicht laten blazen. Ik dacht, het werkt gewoon echt. Oké, nu gaat Plopke dubbel flippen. Maar eerst moet je blazen. Even... Nee! Ik zeg, nu is het moment, man. Je hebt die. Je doet die echt goed. Mooi, maat. Heel mooi, hè. Hij is echt perfect gelukt. Nee, ja, broer. Mijn ogen zijn zwart, dus ik moet briltje opzetten. Moet ik? Dat krijg ik als ik nog eens. Ik was geïnteresseerd, ik wou dat al doen. Maar Kevin zei, nee, pas op joh, dat mag niet zo. Hij moet eerst nog iets doen. De eerste keer dat ik echt zo heftig geprankt word. Maar het was wel een goeie, Kijk mijn ogen. Echt heftig man. Jouw baard is hier gewoon niet zoals mijn kleur. Siep heeft net al een trick gedaan op de Razzie. We gaan nu verder tricks doen op de Razzie. Ik zie Plopke, staat nu klaar. Die gaat nu zijn eerste fucking dubbelbackie ooit op de Razzie doen. Hij heeft hem echt perfect in foam. Dus dat moet 100% goed komen. En ik hoop geen Willem 2.0, maar we gaan het zien, jongen. Ja! Sowieso, jij hebt het niet. Nee, omdat hier mijn opslagruimte is vol. Ja, en is iedereen gaat. Niet jij. Senna, wat ben je? Ik heb er zoveel schrik voor gekregen eigenlijk dat ik niet weet dat ik nog wel ga doen. Kijk hem staan dan met die bril. Hij is net gewoon geprankt joh. Hij is gewoon keihard geprankt. Beast mode en easy. Wat de? Niet aan het opletten, ik schrok maar. Oh, zo close, broer! Ja, doe het. Hey! Jasper! Derde headshot! Ja! Ga je naar je bakjes terug? Beest! Chic, ouwe! Kunt u, wat gaan wij, broer? Hij is zo vervelend al de hele dag. Hey maat, respect. Goed gedaan man. Ik zweer je hebt die echt. Gewoon even rusten, volgende keer even foam doen. Het viel ook best wel vervelend pakje. Hey, what the fuck? Stop met mijn baard te filmen man. Nu ben ik naar het woord zotterik. Zotterik, hey zotterik. Zo liep hij. Hey zotterik. Hey zotterik. Ja, dat was fucking sick man. Hang hè. Jij bent zo slecht.
jongens, het is vandaag een iets rustigere sessie. Carlos is er niet bij, Sander is er niet bij. Een aantal andere rijders zijn er ook niet bij. We hebben wel al superveel gelachen in het begin. Zoals jullie zagen met Jasper. En dit was gewoon zo groot. We willen het eigenlijk nog bij iemand anders doen, maar we weten niet precies wie, omdat het een beetje rustiger is vandaag. Barkie gaat nu ook nog een trick doen. Jasper misschien nog R. En misschien ik ook nog een paar trickjes over de resi. Respect nog naar Plopke voor die dubbelbackie, want dat was echt wel gek. Daarnaast, wil jij nou een shirtje winnen? Abonneer op ons kanaal hier beneden. Doe een blauw duimpje omhoog alvast op deze video. Hey! Tweede draai, broer. Oh, die was scheef. Tweede draai, broer. Beef. Yo, beef. Ben je weer box? Ja, maar. Oh, dit. Doe. Vijf, beef. Ik kan niet eens vier. Doe vier. Hij ja, is goed. Het is kiki dagje. Banger, banger. Trouwens, ik wil jullie echt allemaal bedanken voor alle liefde, alle comments, alle abonnees, alle likes, alle views, elke view. Bedankt, jullie gaan super hard en ik hoop dat we nog veel leuke content voor jullie kunnen maken en dat jullie ook weer van deze video genieten. Dus laat zeker weten dat blauw duimpje omhoog daarvoor achter. Even een snelle triple kickje van mij. Ik heb nu alweer gewoon last van mijn knie, dus dan blijft het bij dit. Ah, ik wacht, stil. Stil, pokefist. Shoutout Ponchi, man. Shoutout Ponchi. Yes jongens, er is bijna niemand meer van de kinderen die waarschijnlijk geabonneerd zijn in het skatepark. Dus wil jij nu zo'n mooi shirtje als Ponchi? Dan gaan we een winactie nu doen. De persoon die 0 likes krijgt op zijn comment hieronder in deze video, die wint een t-shirt. Ik ben super benieuwd. Jullie hebben wel een aantal dagen de tijd, ligt eraan wanneer deze video online komt. Maar tot de volgende video hebben jullie de kans om die comment te hebben. Als ik er dan eentje zie zonder likes, dan win je een shirt. Wat man heeft heel de koek al ik erop. Allemaal atje dan. Kut. Sorry, maar je zelfs anders dan. Oh joh, oké, dat kan ik helemaal op doen. Wie de vis die op dat doet. Mensen, like als uw kneepads stinken. Hey, hey, wat is uw naam? Yes jongens, dit was hem weer. Doe het blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden om kans te maken op het shirtje. En laat een berichtje achter en zorg dat deze 0 likes krijgt. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Laters! Trouwens, heb je al ingeschreven voor de uitstap 4 april naar Skateland? Doe dat dan even nu.